Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie bespreken welke boeken ik heb gelezen in april. Het zijn in totaal 6 boeken, dus in deze video ga ik je meer informatie geven over deze boeken. En uiteraard vertel ik wat ik van deze boeken vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van april, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Perfect voor mij, geschreven door Natasha Madison. En deze komt ook uit de Perfect reeks. En dit is boek 1. Dit boek gaat over Chase. En Chase komt uit een familie met ijshockeyers. En iedereen had ook eigenlijk verwacht dat hij ijshockey zou gaan spelen. Hij was er ook best wel goed in, maar eigenlijk was zijn roeping om arts te worden. Zijn schaatsen heeft hij dan ook aan de wilgen gehangen en hij is eigenlijk gaan werken bij Artsen zonder Grenzen in eerste instantie, maar later is hij toch teruggekeerd. Want er is eigenlijk geen plek fijner als thuis. Hij staat ook aan de kant als teamarts van het team waar familieleden van hem in spelen en dat combineert hij dan ook nog met het ziekenhuis. Het andere personage in dit boek is Julia. En Chase heeft altijd het gevoel gehad dat Julia de zijne was. Want ze hadden het altijd heel erg leuk, ook met familievakanties. Maar ergens was ook het stemmetje dat ze niks met elkaar konden gaan beginnen. Julia werkt als maatschappelijk werkster. En zij heeft het best wel lastig. Want zij heeft... een dik dossier met allemaal mensen dus die zij begeleidt. En dan heeft ze een case die ze eigenlijk al heel erg lang doet. Maar dat gaat over een vrouw met een dochtertje en die geeft ze dan nog één kans. Maar dan slaat er een groot noodlot toe en voelt Julia zich heel erg schuldig. En krijgt ze eigenlijk te maken met familieleden van deze vrouw die zij begeleiden. Julia stort dan eigenlijk ook compleet in, want ze heeft het heel erg zwaar en ze wordt van alles beschuldigd. En ze kan zelfs een tijdje haar werk niet uitvoeren, omdat ze op non-actief wordt gezet. Chase is daarin haar grote steun en toeverlaat, maar het loopt eigenlijk steeds meer uit de hand. En hij richt zich wel een beetje op als alfamannetje en wil alles voor haar doen om het probleem op te lossen. Gelukkig staan de familieleden van Chase ook allemaal aan haar kant en iedereen probeert haar eigenlijk aan alle kanten te helpen. Liefde is eigenlijk ook niet iets wat wat ze willen nastreven, maar geen verplichtingen, geen voorwaarden en geen beloftes past eigenlijk wel heel goed bij hun. Maar na die ene nacht tussen Chase en Julia verandert eigenlijk alles. En wil Chase eigenlijk toch wel meer. Alleen Julia die houdt haar hart een beetje gesloten. Door alle gebeurtenissen eigenlijk die er gebeuren rondom Julia en de hulp die ze dan toch wel echt goed kan gebruiken van Chase, komen ze dichter bij elkaar. En is de grote vraag of ze de stap durven wagen om het meer te laten worden en om hun onzekerheden te laten varen. Ook wat betreft of dat dit echt wel mogelijk is om samen een relatie aan te gaan. Ik vond het een heel mooi boek. Ik ken alle personages al uit de eerdere boeken die ik heb gelezen van Natasha Madison. Dus dat was echt wel heel fijn, dus ik heb er wel echt van genoten. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Zuiderse Kans en is ook geschreven door Natasha Madison. En dit is deel 1 van deze reeks. Dit boek gaat over Kali en zij is eigenlijk vanaf jongs af aan verliefd op Jacob. Ze hebben ook een relatie en het gaat allemaal heel goed en ze maken zelfs plannen voor de toekomst. Tot de avond dat ze een feest hebben van de school waar ze op zitten en er een vrouw is die het bommetje dropt dat zij zwanger is van Jacob. Voor Kali stort eigenlijk haar hele wereld in en ze weet niet wat ze moet en ze besluit dan ook om weg te gaan uit de plaats waar ze woont. Want het is zo'n plaatsje waar iedereen van alles van elkaar weet. Inmiddels is het jaren later en heeft Kali een nieuwe vriendin
gemaakt en die heeft wat problemen en ze besluit om dan terug te gaan naar haar geboortedorp. Het grote probleem is wel dat ze daar ook Jacob weer zal moeten onder ogen zien. En het is ook de bedoeling dat deze terugkeer tijdelijk zal zijn, maar dat loopt net dan eventjes wat anders. Jacob is inmiddels sheriff geworden en is niet samen met de vrouw waar het kindje van zou zijn, maar ze hebben co-ouderschap. De eerste ontmoeting tussen Callie en Jacob loopt dan ook echt helemaal niet goed, vooral als ook de moeders elkaar weer tegen het lijf lopen die jarenlang vriendinnen zijn geweest en de roddelmachines komen weer op gang. Callie voelt zich ook totaal niet thuis op de plek waar ze dan weer is, maar ja, voor haar vriendin wil ze dit gewoon over hebben. Uiteindelijk breekt ze dan toch weer wat meer tijd door met Jacob, waarvan ze eerst het gesprek wil uitstellen. Hebben ze uiteindelijk toch dat gesprek en komt het grote geheim boven water, wat ze eigenlijk nooit geweten heeft. En wat eigenlijk niemand weet, behalve Jacob en de moeder van het kindje. Er gebeuren best wel veel dingen, want ze worden best wel veel bedreigd door de mensen die achter de vriendin van Callie aan zitten. En ze kunnen eigenlijk niet een heel lekker leven hebben en ze moeten zich heel erg aanpassen. Door dit gesprek komen Callie en Jacob toch steeds wel weer dichter bij elkaar en worden de kaarten ineens heel anders geschud en op tafel gelegd. Ik kan eigenlijk verder niet veel meer over dit boek vertellen, omdat ik anders te veel dingen zou onthullen. Maar ik was zelf wel heel erg onder de indruk van hoe dit boek eigenlijk in elkaar zat. Vooral omdat je best wel lang in spanning blijft wat nou dat grote geheim is. En dat geeft je wel heel veel motivatie om door te lezen met dit boek. Het volgende boek wat ik las is dan Zuiderse Troost, ook geschreven door Natasha Madison. En dit is het tweede deel in deze boekenreeks. Dit boek gaat over Olive. En Olive is dus de vriendin van Callie uit het eerste boek. Olive die komt erachter dat haar verloofde is opgepakt omdat hij dus meer dan 10 miljoen dollar heeft verduisterd. Als verstandige vrouw kun je dan maar één ding doen en dat is onderduiken. Je verruilt je stadsenhakken voor cowboylaarzen. Het was dan ook echt niet de bedoeling om voor altijd in het zuiden te blijven, want het zou slechts tijdelijk zijn. Want ze zou hier alleen blijven tot het thuis uiteindelijk weer wat rustiger zou worden en ze zou kunnen terugkeren. Dan ontmoet ze de broer van Callie, Casey. En die reed al paard voordat hij überhaupt kon lopen. En heeft de boerderij van zijn ouders overgenomen. En het boerenleven zit echt in zijn bloed. Daarnaast heeft hij dus ook nog een eigen bedrijf opgezet in beveiliging, wat eigenlijk niet veel mensen weten. En ook de bedreigingen blijven maar komen, branden die gesticht worden, pistolen die op mensen gericht worden, vreemde figuren die in dat dorpje opduiken, wat natuurlijk niet onopgemerkt blijft in zo'n klein dorpje. En eigenlijk voelen Olive en Casey allebei wat voor elkaar, maar ze willen het niet toegeven omdat ze beide weten dat Olive terug zou gaan zodra de dreigingen voorbij zijn. Of ze uiteindelijk de bedreigingen samen te baas kunnen en of er een toekomst voor hun in zit, dat laat ik in het midden. Want anders zou ik weer te veel verraden. Ik vond het een heel mooi boek. Ik moest alleen een beetje, omdat je dan het verhaal van Callie hebt gelezen, word je eigenlijk weer een beetje teruggetrokken in dat verhaal van Olive met dingen die je dus al een beetje weet. En dat maakte het soms een beetje lastig, maar ik heb toch wel genoten van het tweede deel van deze boekenreeks. Het volgende boek wat ik las is de eerste pagina, is geschreven door Iris Visser. Dit boek gaat over de Valentijnstraat en dit is dus een feel-good trilogie over ondernemende vriendinnen in een leuk winkelstraatje in Valkenburg. En dat maakt het wel leuk omdat het boek zich in Nederland afspeelt. Dit boek gaat over Carlijn. Ze is eigenlijk wel heel blij met haar leven. Ze runt een boekhandel samen met haar beste vriend Stijn. Ze heeft leuke vriendinnen en een trouwe papegaai die haar koningin noemt. Toch is er nog wel één ding wat ze heel graag zou willen en dat is een date met Casper. Casper is een klant, een knappe klant, die
ja, een serieuze boekverslaving erop na lijkt te houden. En die regelmatig bij haar in de boekenwinkel komt. En ze vindt het dan ook zo leuk dat ze met hem over boeken kan praten, omdat ze dus zelf ook een grote verslaving voor heeft. Ze probeert dan ook wel met hem te flirten, maar ze krijgt niet de vraag over haar lippen of hij een keer met haar op date wil. Uiteindelijk vraagt hij haar dan op date en kan Carlijn eigenlijk niet meer stuk, want ze is zo blij dat ze eindelijk de date heeft. Ze besluiten dan om voor Valentijnsdag boekenblind dates te organiseren en Carlijn die ontdekt een boek met haar naam erop. Dat is niet het enige, want er zit ook nog eens een briefje bij van een stille aanbidder. Ze denkt natuurlijk gelijk dat dit van Casper moet zijn en ja, ze probeert erachter te komen van wie dit is. De dates met Casper verlopen toch ook wel iets anders dan ze gedacht had, want hij blijkt heel sportief te zijn, waar Carlijn dat eigenlijk niet zo is. En toch hebben ze het wel heel leuk. Of dit boek ook daadwerkelijk dus van Casper gaat zijn, die in de blind date kast stond, is dus de grote vraag. Of heeft ze toch nog een andere stille aanbidder? Je komt er in het boek uiteraard achter. Ik ga niet vertellen wie het is. Ik vond het wel heel leuk. Ik ben zelf nooit in Valkenburg geweest. Ik heb er geen beeld bij. Maar ik vond het wel heel leuk dat het ook in Nederland afspeelt. En ik ben zelf heel erg benieuwd naar de volgende delen uit deze reeks. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Onverwacht. En is geschreven door Angelique van Dongen. Dit boek gaat over drie vrouwen, Ilje, Masje en Venne. Ze zijn allemaal begin 30 jaar en ze leiden alle drie een leven en ze zitten wel in verschillende levensfases. Ze zijn niet van elkaars bestaan op de hoogte, maar ze blijken meer met elkaar gemeen te hebben dan ze kunnen vermoeden. Dan krijgen ze alle drie afzonderlijk van elkaar op een avond een telefoontje en staat eigenlijk hun wereld op zijn kop. Ze reizen alle drie af naar Maastricht, waar ze kennis met elkaar maken en hun vader die ze eigenlijk nooit gekend hebben. Het is een hele bizarre situatie, maar er zijn ook hele mooie momenten en het samenkomen is wel heel triest, want hun vader ligt eigenlijk op sterven. Hun vader laat hun dan een erfenis achter waar ze wel graag gebruik van willen nemen. De vader laat dan een erfenis achter waar ze graag gebruik van willen maken. En dan besluit Ilja om voor zichzelf te kiezen. En dat had ze al veel eerder moeten doen. Masja raakt verliefd op een arts. En dat is tevens de beste vriend van haar vader. Hij is echter getrouwd, dus de relatie heeft geen kans van slagen. Denkt ze. Venne twijfelt of ze nog langer door wil gaan met het huwelijk. Die ze heeft op de manier hoe die nu gaat. Deze erfenis zorgt er wel voor dat ze alle drie inzicht in hun levens krijgen en daardoor krijgen ze al wel heel snel een hechte en liefdevolle band. Dit zijn eigenlijk wel een beetje de hoogtepunten. Hoe het kan dat ze elkaar niet kennen of hun vader niet kennen, dat laat ik uiteraard in het midden. Ook een beetje hoe de problemen onderling die ze zelf voor zichzelf hebben, daar ga ik niks over vertellen. Het is wel een boek wat me geraakt heeft en waar ik echt wel heel erg van onder de indruk was hoe het ja, eigenlijk soms zo kan lopen dan in een leven. Dit is een boek, maar ik kan me best voorstellen dat het misschien in het echte leven zou kunnen gebeuren. Hoe ze uiteindelijk het allemaal met elkaar gaan rooien, dat ga ik ook niet vertellen. Maar ik vond het wel een boek heel mooi om te lezen en ik zou hem zeker kunnen aanraden. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek De Liefdesdeal en is geschreven door Lilian Koppes. Dit boek gaat over Linde en zij voelt zich eigenlijk meteen aangetrokken door een knappe fiscalist die de naam Casper heeft. Helaas denkt Casper totaal anders over de liefde dan zij. En dat maakt het wel een beetje moeilijk. Casper wordt opgezadeld met een probleem, want zijn zus die dropt ineens de puppy bij hem. En hij heeft echt geen tijd om voor dit hondje te zorgen, want hij is een druk bezet man die heel erg veel van zijn werk moet doen. En dat gaat hem gewoon niet lukken. Hij is dan ook op zoek naar een oppas. Iemand die op deze hond kan passen totdat zijn zus terug is. Dan komt hij dus uit bij Linde, want Linde heeft een dierenwinkel en die wil uiteindelijk best wel voor deze hond gaan zorgen.
Linde is eigenlijk ook alles wat hij niet zoekt in een vrouw, dus problemen ziet hij zeker niet. Alleen hij krijgt Linde dan toch niet uit zijn hoofd. En ja, dat maakt het wel moeilijk. Linde die moet eigenlijk wel een beetje lachen om deze man in een strak maatpak die in haar winkel staat en duidelijk geen raad weet met deze puppy die hij bij zich heeft. Ze ziet wel dat het toch wel een hele andere man is dan wat er aan de buitenkant te zien is. En de aantrekkingskracht knettert dan ook echt wel van die twee af. Casper houdt zich echt wel vol aan de stugge overtuiging dat de relatie niet meer is wat hij wil. En ja, Linde vindt het wel heel jammer, want zij zou dit wel zien zitten. De grote vraag is eigenlijk of Linde hem kan overtuigen dat liefde zoveel meer is dan alleen een zakelijke transactie. De vraag is of dat hij ze hem dus kan overtuigen of dat ze genoegen neemt met het spannende aanbod dat Casper haar doet. Ik vond het uiteindelijk een heel erg leuk boek om te lezen en heb er dan ook echt wel van genoten. Omdat het gewoon ja, best wel goed in elkaar zat. Dan waren dit mijn gelezen boeken van april. Ik vond het weer hele leuke boeken en heb er met heel veel plezier van genoten. Ik ben heel benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen of dat je naar aanleiding van deze video denkt. Ik zou wel benieuwd zijn om eens een van deze boeken te lezen. Laat het zeker even weten bij de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat de rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!